Hallo, met wie sta ik hier? Barbara Samson, ik ben docent Nederlands bij het Erasmus. We staan hier nu bij het Erasmus Doet. Hoe en wat is het eigenlijk? Nou, het Erasmus bestaat 150 jaar dit jaar. En worden allerlei dingen georganiseerd. En om de stad iets terug te geven, hebben we bedacht dat het leuk zou met alle brugklassen van MAVO, HAVO en VWO en nog meer afdelingen van het Erasmus, om vrijwilligerswerk te gaan doen. Nou, in het kader van NL Doet ook. Hoe zijn de activiteiten tot nu toe? Ja, leuk. Op dit moment moeten we het park schoonmaken, water schoonmaken, zand verversen, dat soort dingen. Dus... Het is wel beter dan school dus? Ja. Dat is wel beter dan school. Ja, het is wel leuk. Net moest ik ook afval ruimen met prikkers. En ja, dan loop je eigenlijk door het hele doelpark en heb je een mooie groene natuur. En ja, lekker zonnetje erbij, dus hartstikke mooi. Beter dan school? Zeker. Ja, het gaat goed. Het is lekker weertje. Je doet allemaal verschillende dingen. Elke keer wissel je van alles. Is het beter dan school? Heel veel beter. Welke activiteiten zijn hier vooral te doen? De jongens en meiden die zijn een grote berg zand aan het scheppen. Die ligt hier aan de voorkant. Hier komt er eentje aan. Die brengen ze allemaal hier naartoe. Die gaat naar de waterspeelplaats daar zo. Het is geloof ik valzand, voor als kinderen vallen, dat het lekker zacht valt. En ze zijn papier aan het prikken, ze zijn compost op de borden aan het gooien, dus dat. En vinden de studenten, de leerlingen dit dan ook leuk om te doen? Of? Nou, ze vinden het sowieso leuk natuurlijk om eens iets anders te doen dan les te krijgen. En het is ook gezellig met elkaar aan het werk. Het is... het is goed voor ze om ook om af en toe iets anders te doen. Ook met de klas. Het is goed voor de teambuilding van een klas. Volgens mij vinden ze het wel echt leuk. Ook al klagen ze af en toe een beetje.